krijgt nou Titus is een klassieker. Het meest gewelddadige stuk van Shakespeare. Alleen dan in een bewerking, een hedendaagse moderne bewerking. Waarin we eigenlijk de essentie echt bundelen. En als je daar problemen mee hebt, dan pak je ons gewoon weer terug. Het is een stuk waarin 5 acteurs eigenlijk met elkaar besluiten. Wij gaan dat stuk van Shakespeare gaan we spelen. Alleen als het het meest gewelddadige stuk van Shakespeare is, dan moeten we dat ook voluit op dat geweld, op het elkaar proberen moeilijk te maken, afbekken, de pas afsnijden, in de reden vallen, kapot maken. Daar moeten we het oppakken. En ik zweer u, mijn vorst, voor heel Rome. Als u de koningin van de Goden of uw keizerin kroont, dan zal zij alles zijn wat u van haar verlangt. Wat nu? Je bent gehaat door de keizer, verlaten door je zonen, zonder leger, zonder functie. Gevloekt door Tamora. In de rouw. Zijn er nog niet genoeg redenen? Waarvoor? Om wraak te nemen. Het gaat over wraak. Over hoe wraak werkt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het mechanisme van de wraak, dat proberen we bloot te leggen. Of ik heb het ook wel een anatomie van de wraak genoemd. Hier zit de keizer. De man met de macht. Hier zit mijn zoon. De man met een leger. Wat denkt u, wie aan deze tafel is het gevaarlijkste? Als je nou niet meegaat met oog om oog, tand om tand, wat heb je dan voor opties? Waar kom je dan uit? En kan je dan inderdaad die cirkel, die vicieuze cirkel waar je in zit met wraak, kan je die breken? Waarom? Ik ben Aaron niet! Die is nog... Oh. Er moet iets gebeuren tussen jou en het publiek en ik wil zo graag dat dat ook direct gebeurt. Vertel en je kunt gaan! Nou, zeg het maar. Wat vind je? Wat vind je? Kijk, gaan we nog verder? Nou, dan gaan we toch verder. Dat vind ik te gek.